Zo, nou, we zijn hier in de vrijdag inmiddels al, is het niet? Maar we zijn vrijdag op 6 december en we zijn bij Dots Design. Nou, hier hebben we de geestelijke vader, of hoe noem je dat eigenlijk? Moeder. Julia, vertel daar wat over. Sorry? Hoi. Oh ja, vertel. Je geeft workshops en vandaag zou je een workshop geven? Ik geef workshops inderdaad. Ik geef workshops in stipkunst. Ja. Gaan we een skyline maken. Ik heb hier een voorbeeld van de skyline van ons eigen Rotterdam. Ja, dat herkennen mensen wel, denk ik, hè? Leuk. Het is heel leuk om over na te denken. Wat maakt nou dat je een gebouw herkent? Ja. Wat zijn nou de herkenningspunten? Ja. De oervorm, inderdaad. En hoe ga je dat in stippen vangen? Nou, ja. Ik herken ze allemaal. De station, de hef, Marconi-torens, de Litouwers. Maar eigenlijk is het nu tegenwoordig zijn er eigenlijk twee torens. Ja, die derde staat er nog steeds. Maar, maar het blijft drie torens. Drie. Ja, en de Euromast zag ik eventjes voorbij komen. De Euromast, Erasmus. En deze kaart, heb je die ook gemaakt of niet? Nee. Die had ik al eerder gezien van iemand, ja. Een skyline. Dus ik dacht, nou, laten die ter inspiratie ook even. Ah, vanzelfsprekend, ja. Daar zie je dus ook de skyline, ook eigenlijk vrij simpel weergegeven. En dat geeft je een klein handvat om zelf aan de slag te gaan. Ja, goede leidraad. En achter jou zijn allemaal spullen. Wat zijn dat voor spullen? Nou, dit zijn de materialen die we gebruiken bij het stippen. En ik heb online ook een webshop waar je materiaal kunt bestellen. Ja, want als ik goed kijk, kan ik het niet goed zien, maar daar zit ook een prijslijst. Klopt dat? Ja, je ziet de prijslijst. Oké. Nou ja, heel veel voorbeeldjes liggen hier klaar. Er is een boek over stippen, een heel leuk boek. Oké, maar die heb je zelf? Heb ik niet gezegd. Oh, wauw. Met het boek, ik wil patronen testen. Oh, werkelijk waar? Heel erg leuk. Och. Er staan patronen in, dus als je houdt van patronen volgen, dan is dat boek heel erg leuk om te doen. Nou ja, alle materialen die je nodig hebt om te stippen, die heb ik in huis. En de website is Dots Design, neem ik aan. Dat zit hier misschien op de achtergrond. Ja. Maar het is servies, is het ook vaatwassen vast? Hoe werkt zoiets? In principe wel, maar ik was het eigenlijk liever af met de hand. Oké. Zeker van zijn dat het patroon mooi blijft. Ja. En dat jij er lang plezier van hebt. Oké, nou dankjewel. We zitten hier aan de Spannense Kade, hè? Heet het hier? Spannense Kade. Spannense Kade. Ja. Het is een beetje druilerig weer en morgen geef je weer een workshop, begreep ik. Ja, klopt, maar die zit helemaal vol. Ja. Okay. Eigenlijk net als vanmiddag kun je gewoon langslopen en een mini-workshop volgen. Welke dag is het dan? Volgende week? En welke, dat is dan de 20ste? 21ste. Dus 21 december moeten mensen kunnen hier, van hoe laat tot hoe laat? Tussen 12 en 4. 12 en 4, oké, hartstikke goed. En is het dan elk uur een workshop of is het dan gelijk om 12 uur aanschuiven? Ja, een beetje inlopen, dus, ja, kijk maar. Een beetje een open studio achter iets. Ja. Nou, zoals het open atelier, zo heet het ook. Nou, hartstikke goed. Nou, dankjewel voor je komst en gastvrijheid. En hopelijk volgend jaar meer mensen, hè? Dat we daarop inzetten. Dat zou wel